Biologisch, hè? Helemaal goed. U gelooft natuurlijk niet in samenzweringen. Ik ook niet, maar de uitzondering bevestigt de regel. Want, proost allemaal, alles mag open, alle winkels die er zijn, maar de horeca niet. Want in de horeca zou u anders dan in supermarkten en in speelgoedwinkels besmet kunnen worden met het COVID-virus. Natuurlijk volstrekte onzin. En het is al 100 keer van tientallen kanten aangetoond dat de kans om COVID op te lopen in de horeca niet groter is dan ergens anders. Maar waarom worden dan alle pijlen op de horeca gericht? Kalmeert ook zo, vind ik. Hè? Heel simpel, omdat in het CDA en de ChristenUnie, en die zitten in de regering, ongelooflijke anti-alcohol elementen een hoofdrol spelen. En de VVD en D66, die moeten concessies doen, dus die laten dat maar toe. Dus de anti-alcohol sentimenten binnen die twee partijen bepalen dat heel Nederland, proost, niet meer naar het café of naar het restaurant mag. En dan denkt u, ja, maar straks nieuwe regeringen. En dan komt GroenLinks er misschien wel bij. Ja, wacht even. Die bestond ook uit 3 componenten. De component die op de barricade stond, dat waren dan de communisten. De component die op sandalen liep, de PSP'ers. En de component die op zijn knieën ging zitten, dat waren de evangelische volkspartijers. Die sterk tegen alcohol waren. En die partij is daar nog steeds mee doordezend. En van Denk hoef je ook heel weinig te verwachten. Dus de komende 2 jaar vanuit thuis, proost. En de christenen en de moslims zijn eensgezind in hun visie, namelijk weg met de alcohol!